Yes. Dus ik zou zeggen, gaan we gewoon mee beginnen met deze bewerking. En alle vragen die bewaren we dus weer tot het einde, net als bij de vorige les. En aan het einde hebben we dus eventjes, ik ga deze keer even 5 minuten pauze doen. En daarna gaan we dus de vragen beantwoorden. En Luc zal er dan ook zijn om met die vragen te helpen. Even kijken hoor. Was dat het wat ik van tevoren wilde zeggen? Ja, dus gaan we lekker gewoon beginnen. Ik doe mijn webcam uit en dan ga ik je laten zien hoe je dit kunt gaan maken. Even kijken, zo, alles uit mijn beeld. Oh ja, ik zal eventjes de handjes naar beneden doen. We werken dus niet met de handjes voor zo'n les. Alleen de vragen die kun je gewoon tussendoor plaatsen en die stapelen we dus op tot het einde. Oké, ik ga dus je laten zien hoe je dit kunt maken. Een paddenstoel met een soort huisje erin. En dat is opgebouwd uit verschillende lagen. Natuurlijk, als je alle mapjes uitvouwt, dan zie je alle verschillende lagen. En dan zie je dat er best wel veel zijn. Ik zal ze eventjes los van elkaar laten zien per mapje, zeg maar, wat er precies aan de hand is hier zo. Hoe het is opgebouwd. Want je hebt hier zo de bovenste, die heet sfeer. Als ik die uitzet, dan zie je dus dat de sfeerlagen verdwijnen. Dan heb ik een schoorsteentje getekend hier zo. Of eigenlijk getekend, deels heb ik hem getekend. Dan ga ik je ook laten zien hoe je dat doet. En ik heb hier een uithangbord. Dat is iets wat ik je niet ga laten zien, want het was iets te ingewikkeld. In principe zou je het ook gewoon zelf kunnen maken. Maar ik heb nu een PSD bestandje voor je klaargemaakt. Aan het einde van de les, of waarschijnlijk morgen als ik de opname van deze les online ga zetten, dan zal ik ook zorgen dat er een PSD bestandje te downloaden is in je account. En dan kun je dus dit uithangbord ook even downloaden en dan kun je die ook gebruiken als je dat wil. Dan kun je ook de tekst aanpassen en zo. En als je interessant vindt hoe ik dat gemaakt heb, dan zou je ook het bestand even kunnen uitpluizen. Dan zie je alle instellingen, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Kijk, nog even verder inzoomen. Het is dus een tekstje die of een tekstlaag met effectjes eroverheen die wat schaduw en highlights maken en nou, dat soort dingen. Maar dat zie je dan in dat bestand wel. Voor de rest is het natuurlijk alle raampjes en de deurtjes. En die heb ik in dit mapje staan. En eigenlijk wat we vooral deze les gaan leren. Nou, de sfeerlagen heb je natuurlijk in een losse video gehad. En het selecteren heb je in een losse video gehad. Ik had dus besloten twee video's te maken. Want het was zoveel. Ik denk, nou ja, kan ik beter eventjes 2 video's van tevoren geven dan alles in het webinar bespreken. Maar dus wat je vooral gaat leren is hoe je dingen kunt uitknippen en erin kunt plakken. Dat weet je in principe wel, maar hoe kun je dat nog mooier maken? En hoe kun je bijvoorbeeld werken met de marionet verdraaien, met de puppet warp. Om bijvoorbeeld deze raampjes, die hebben zo'n slinger erin, hoe je dat erin kan maken. Je kunt het natuurlijk voor veel meer gebruiken, maar dat is een toepassing daarvan. Daarbij nog eventjes maskers ga ik je nog wat over uitleggen. Of eigenlijk even een kort gebruik daarvan. En het tekenen van schaduwen. Die ga ik nog uitgebreider aan je laten zien. En je ziet hier die rookpluim. Die gaan we ook tekenen met een speciale brush. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat kun je gewoon ook lekker makkelijk zelf doen. En ik ga ook nog, als je het alsnog, want je doet wat instellingen voor dat penseel. En dan kan dat vanzelf gemaakt worden, zeg maar. Dus je klikt en sleept en dan komt die rookpluim er te staan. Maar als je die instellingen niet zelf wil doen, ga ik je ook nog het penseel zelf geven. Dus die kun je morgen ook downloaden. En dan kun je die gewoon in je Photoshop laden en dan hoef je de instellingen niet te doen. Dus die heb ik ook nog voor je klaar. Dus laten we gewoon lekker beginnen met een lege foto. Dus ik zet deze uit. Nee, wacht. Ik hou hem er even bij ter referentie. Dat is misschien nog makkelijker. Ik open de foto die hier op het bureaublad staat. Ik heb natuurlijk weer een stokfoto gebruikt. En dat is dus dit nummer. Mocht je die willen hebben, dan kun je dat nummer dus in iStock invullen. En dan kun je hem daar ook downloaden. En zo. Dan open ik die. En want daarin gaan we natuurlijk alles plaatsen. Maar laten we eerst even beginnen met de foto van de deur die ik hier onderaan had geplaatst. Die ook, open ik ook eventjes. Dat is gewoon dit bestandje. En dat is een PSD bestand omdat ik hem al heb uitgeknipt.
Ik ga ervan uit dat je weet hoe dat werkt. Dus ik ga je gewoon laten zien vanaf de selectie, wanneer je hem dan op een nieuwe laag hebt gezet, wat je daarna kunt gaan doen. In dit geval heb ik geen masker gebruikt, omdat ik je eventjes wat andere dingen wil laten zien, wat de voordelen zijn van als je nou geen masker gebruikt. Er staat een beetje haaks op dat ik altijd zeg dat je maskers moet gebruiken, maar soms zijn er voordelen aan het gebruik als je geen maskers gebruikt. Dus bij deze wil ik je dat ook even laten zien. Ik sleep eventjes het bestand van de deur aan de kant. Je ziet dat het hier een losse laag is. Of dat er twee lagen zijn. En dat betekent dus dat de bovenste een losse laag is. Die heb ik dus uitgeknipt. Die sleep ik dus gewoon met het verplaatsgereedschap in die andere foto. En dan sluit ik dit bestand. Zo. En dan ga ik je even een voordeel laten zien. Kijk, want als je hier goed kijkt, heb je dat randje. Als je een masker hebt aangemaakt, kun je natuurlijk die rand een stukje opschuiven en dan is die rand er gewoon niet meer. Maar stel dat je toch kiest voor het uitknippen zonder masker, dan kun je ook gaan naar laag en daar heb je helemaal onderaan matting. En daar staat ook rand verwijderen. Je hebt ook zwarte matting verwijderen en witte matting, maar ik gebruik altijd rand verwijderen. Als je daarop klikt, en ik stel hem vaak in op 5 pixels en dan hem toepast, dan zie je dat hij automatisch die rand een beetje gaat inkleuren met eigenlijk de pixels van de rand van de deur. En dat kan heel af en toe gewoon handig zijn dat je, als je geen masker hebt, dat je die functie dus ook kunt gebruiken. En dan is er nog iets, want als je normaal deze deur had uitgeknipt met een masker, dan kun je er natuurlijk wat minder makkelijk nog een masker overheen maken. En dat is dus wat ik nu ga doen, want ik ga bij deze uitgeknipte deur nog een masker aanmaken. Die ga ik zo meteen gebruiken. Ik ga hem eerst even op zijn plaats zetten. En ik maak hem natuurlijk met Ctrl-T wat kleiner. Ik hou Alt en Shift ingedrukt, zodat hij in proportie blijft en dat hij naar het midden toe schaalt. En dan zet ik de deur zo'n beetje hier neer. En dan zie je dus dat die takjes er overheen gaan. En die wil ik dus gaan afmaskeren. Als je dus een masker had gebruikt om de deur uit te knippen, dan heb je eigenlijk zo'n beetje één kans om hem echt goed uit te knippen. Of hoe zeg je dat? Die takjes te gaan afmaskeren. Dus daarom kies ik ervoor om hem eerst uit te knippen en daarna toch, of zeg maar zonder masker uit te knippen en daarna een masker eroverheen te zetten. Dus ik pak nu een penseeltje. En ik ga even kijken of ik de instellingen goed heb. Ik heb hem op zwart staan. Ik klik rechts. De hardheid wil ik in dit geval op 0 zetten. Ik heb je in de vorige les geleerd dat je met een penseel kunt werken die een harde rand heeft. En dat je daarmee heel mooi dingen kunt uitknippen. En ik weet niet zeker of ik ook benoemd heb dat je dus ook met een zachter penseel kunt werken. Want volgens mij komt dat in de volgende les. Maar in ieder geval, dan weet je dat nu ook alvast. Als je met een zacht penseel werkt, dan kun je bijvoorbeeld dit soort dingen heel mooi nabootsen. Zie je dat takje? Dat is onscherp eigenlijk. Maar doordat ik nu een zacht penseel gebruik, dan boots je die zachte rand eigenlijk een beetje na. Dus als je dan gewoon klikt en sleept, dan maak je gewoon een hele mooie uitsnede of een masker van dat takje. Eigenlijk masker je de deur af zodat het takje er onderdoor komt, maar bij wijze van spreken masker je het takje dus. Dat heb ik nu gedaan. En nu ga ik je nog eventjes een extra dingetje laten zien van maskers. Nog een extra dingetje. Want je hebt namelijk hier zo een soort link-icoontje tussen het plaatje en tussen het masker. Als je daarop klikt, dan koppel je dus het masker los van de deur. Ik klik hem weer heel even aan om je eerst te laten zien wat er gebeurt als je hem dus standaard hebt, zodat hij gekoppeld is. Als ik nu met deze laag ga schuiven, dan zie je dus dat er een gat zit in die deur op de plek waar het takje zat. En dat masker dus eigenlijk mee verplaatst met de deur. En als je die link dus uitzet en dan dus het plaatje van de laag weer aanklikt, dan kun je die deur dus los van het masker verplaatsen. Dus nu heb je een masker over het takje heen en dan kun je die deur nog eventjes op een goede plek zetten. En dan kun je dus los van elkaar ze bewegen. Dus eventueel als je het masker zou willen verplaatsen, kun je ook het masker aanklikken. En kun je dus het masker verplaatsen. Maar in dit geval
wilde ik de deur nog even een stukje verplaatsen. Ik ga een kopie maken van deze deurlaag. Gewoon door hem naar het nieuwe laag-icoontje te slepen. En dan zet ik hem ongeveer op de goede plek. Ik koppel dus in dit geval het masker los. En nu ga ik dus Ctrl-T deze deur nog een klein stukje kleiner maken. En ik plaats hem nog eens een klein stukje naar beneden. Dan ga ik weer naar het masker toe door hem aan te klikken. En dan verplaats ik even het masker een klein stukje. Maar eigenlijk wil ik gewoon nog even dat met een penseeltje aanpassen. Door zo er weer wat bij te schilderen en er weer wat af te halen. Zodat dat takje weer er mooi voor langs komt. Zo. Even kijken, wanneer vind ik hem mooi. Ja, zo. En dan koppel ik hem even voor de zekerheid er weer aan. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar stel dat je hem verschuift of zo. Ik vind het altijd fijn om hem weer terug te zetten naar de normale instellingen. Oké, dan hebben we dus die deur gemaakt. Maar dan gaan we dus nu eventjes die raampjes erin zetten. Die hier zo bij die linkse paddenstoel waren, helemaal van bovenaan tot hieronder. En daarvoor heb ik eigenlijk een foto van het internet gehaald. Moet je gewoon zoeken op Broadway Tower, dan vind je hem wel. Daar zijn meerdere foto's van. Je kunt ook eventjes eentje kiezen die meer de belichting heeft zoals je hem zou willen. Ik vond deze er goed bij passen. Dus daarvoor heb ik deze foto gekozen. En ik vond het eigenlijk wel handig, want eigenlijk die toren die lijkt al een beetje op die steel van de paddenstoel. Behalve dat die steel natuurlijk een beetje krom is. Dus ik ga eerst eventjes de raampjes grofweg uitknippen en dan ga ik ze eroverheen zetten. En dan ga ik je laten zien hoe je die kromming kunt nabootsen. Ik kies in dit geval voor de veelhoeklasso. En ga gewoon even heel grof zo langs die raampjes heen. Want zometeen gaan we dat mooi met een maskertje beter uitknippen. Zo, ik sleep hem weer even aan de kant. Door dat tabblaadje te pakken, zeg maar, dat weet je wel. Hè? Dan kun je hem zo pakken en dan sleep je hem aan de kant. En nu, misschien iets wat je niet weet. Je kunt namelijk als je een selectie hebt, je hoeft het niet per se op een nieuwe laag te zetten. Maar als je een selectiegereedschap nog steeds vast hebt, zoals ik hier zo, de veelhoeklasso die ik net gebruikt heb. Dan kun je met Ctrl ingedrukt binnen de selectie. Hoe zeg je dat? Dus als je binnen de selectie je cursor hebt, dan verandert je cursor in een pijltje met een schaar. Dus als je dan klikt en sleept, dan zie je dus dat je de selectie echt uitknipt. En zo kun je hem dus ook in het nieuwe bestand zetten. Wat je hier ziet gebeuren is dat eigenlijk wat we hebben uitgeknipt, dat gaat weer terug naar de positie, omdat je hem in een ander bestand hebt gesleept. Dus eigenlijk hebben we alleen die pixels gekopieerd en in het andere bestand neergezet. Ik ga eventjes dit bestand alvast uitzetten. Die had ik nog eigenlijk nodig, maar goed, ik kan hem zo weer openen natuurlijk. Ik ga nu eventjes deze op de goede plek zetten. Dus ik zoom een beetje uit. En ik kijk als eerste even naar het onderste raampje. Die wil ik hier zo rechts naast de deur hebben. En hij is natuurlijk een stukje te groot. Dus ik ga met Ctrl-T hem een beetje aanpassen. Natuurlijk weer met Shift ingedrukt. En dan ga ik kijken hoe groot die zou moeten zijn. Ongeveer zo groot. Dit is misschien nog even iets leuks om te weten. Als je zo'n selectie aan het maken bent, of zo'n transformatie met Ctrl-T, dan kun je met de pijltjes toetsen op je toetsenbord, kun je zo'n selectie verplaatsen. Zo'n transformatie. En als je daarbij Shift ingedrukt houdt, dan verplaats je hem steeds 10 pixels. Want normaal als je drukt, dan verplaats je hem 1 pixel. En met Shift ingedrukt, dan verplaats je hem 10 pixels tegelijk. Ik druk hier op Enter, want ik wil hem hier hebben. En dan ga ik je laten zien hoe je die kromming kunt gaan maken. Want dat is namelijk een best wel grappige functie. Die kun je voor best wel veel leuke dingen gebruiken. En eigenlijk gebruik ik hem zelf ook te weinig. Maar het is gewoon erg leuk om ermee te spelen. Moet je maar gewoon een keer doen bij allerlei rare dingen. Dan kun je namelijk krommingen in een foto aanbrengen. Ik ga daarvoor naar bewerken. En daar heb je marionet verdraaien. Als je daarop klikt, krijg je zo'n raar rastertje om je laag heen. Om de pixels van de laag.
En daar kan je dus in klikken. En dan plaatst hij een bepaald punt daarin. En die zet hij dus vast. Die punten kun je weer verplaatsen. Maar in principe als je dus in dit geval op alle ramen klikt, midden van alle ramen, dan zeg je gewoon van nou, die punten die moet je vasthouden. Daar wil ik iets mee gaan doen. Ik druk nog even op Ctrl-H. Altijd als ik trouwens Ctrl zeg, dan is dat op de Mac-command. Als je niet weet hoe dat werkt. Dus eigenlijk is dat de enige verschil tussen Mac en Windows. Gewoon dat je de Ctrl-toets gebruikt in plaats van de command. Of natuurlijk andersom. En er is nog iets anders in het menutje hier zo. Maar neem aan dat je dat ook wel vindt. Maar met Ctrl-H dan verstop je dus eventjes dat raster. Zodat je het even wat beter kunt zien. En dan kan ik nu dus die punten aanklikken. En dan ze vervolgens dus verplaatsen. En dan zie je dus gebeuren. En dan zie je meteen hoe leuk dat is. Je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld ledematen van een persoon op deze manier kunt gaan veranderen. En dat werkt altijd heel hilarisch. Omdat het natuurlijk dan eruit gaat zien als rubber. Moet je maar een keer proberen, is erg leuk. Even kijken. Ik klik nu en sleep gewoon die punten op de plek waar ik ze wil hebben. Zo. En je ziet dus ook dat er een bepaalde rare transformatie is. Dan zou ik niet al te veel zorgen om maken. Eventueel kun je nog met een ander punt proberen om ze om het weer recht te trekken. In dit geval maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit. Mocht je een punt willen verwijderen, kun je dat doen met Alt ingedrukt. Dus als je zo'n punt hebt aangeklikt en dan Alt ingedrukt houdt, dan kun je op dat punt gaan staan en dan zie je dat er een schaartje komt. Als je dan klikt, dan verdwijnt dat punt weer. Ik loop even alle punten na. Zo, deze wil ik nog een beetje veranderen, want hij steekt nu een beetje uit. En ik wil hem graag recht hebben. En dan kan ik je nog een functie laten zien. Want ik heb nu dat ding aangeklikt. En als je nu Alt ingedrukt houdt en niet op het punt klikt, maar gewoon erbuiten. Met Alt ingedrukt zie je dat er een cirkeltje omheen komt. En dat je cursor verandert in zo'n draaipijltje. Zo'n draaicursor. Dat betekent dus ook dat je dan dat punt kunt draaien. Dus daarmee kan ik heel mooi dat raampje weer goed zetten. Een stukje verplaatsen nog naar links. En dan denk ik dat we hem zo'n beetje hebben. Als dat helemaal oké is zo, dan druk ik op Enter. En dan heeft hij dat dus toegepast. Nu gaan we weer een maskertje aanmaken voor deze laag. Want we gaan hem dus helemaal mooi uitknippen. En natuurlijk weer met een penseeltje die we op 100% zetten. En dan ga ik zorgen dat mijn penseel op zwart staat. En dan kan ik zo de raampjes gaan uitknippen. Ik doe het niet heel precies nu, want ik neem aan dat je weet hoe dat werkt. Je kunt er dus gewoon wat meer aandacht aan besteden en dan wordt het wat mooier. Maar het is voor het idee nu even dat je weet hoe dat werkt. En daarbij, zometeen als ik hem helemaal heb uitgeknipt, kan ik nog een keer die puppetworp gebruiken. En dan gebeurt er nog net een beetje iets anders. Want nu zag je dat hij alle pixels aan elkaar hangt, zeg maar. Dus hij kijkt gewoon naar hoe dat aan elkaar vast zit. Maar omdat we nu in het masker hebben aangegeven dat die pixels los van elkaar moeten staan, dan kun je dus die pixels los van elkaar ook nog een keer verplaatsen. En dat is voor dit principe heel handig. In principe volgens mij gebruik je dat voor de rest nooit. Maar stel dat je het een keer nodig hebt, dan weet je dat dat ook kan. Zo. Oh ja, trouwens, hier zo. Ik zag nog dat je hier een soort schaduw hebt van het raampje. Eventueel zou je die ook nog eventjes in je hoofd kunnen houden en ook nog kunnen gaan nabootsen. Ik veeg hem hier gewoon weg, omdat het eindresultaat er toch wel nog redelijk goed uitziet. Ook al maak je dat, die schaduw niet na. Maar mocht je dat willen doen, dan kan dat natuurlijk. Oké, dus ik heb hem nu uitgeknipt. Zover als ik dat zo snel kan doen. En als je dus nu nog een keer gaat naar bewerken en dan marionet verdraaien, dan kun je nu nogmaals die puntjes toepassen op de ramen. En dan kun je dus die raampjes los van elkaar verplaatsen. En dan zie je dat die verdraaiing, zeg maar, die rubberen elastische, dat effect, dat niet meer optreedt. En dat is nu natuurlijk heel handig, want als je ze uitgeknipt hebt, kun je nog eventjes beter bepalen waar je die raampjes wil hebben. Dus, dat heb ik nu gedaan en dan druk ik natuurlijk weer op Enter om dat toe te passen.
Even kijken, wat is de volgende stap die we gaan doen? Ja, we gaan nog een balkonnetje hier zo neerzetten. En dan ga ik dus ook een schaduw bijtekenen. Daarvoor sleep ik mijn Photoshop weer even aan de kant. En dan ga ik weer die foto van de Broadway Tower openen. En dan gaan we dus dit balkonnetje even uitknippen. Kijk, en dan ga ik je meteen laten zien waarvoor die video goed was. Namelijk meerdere tools gebruiken om iets uit te knippen. Ik neem eerst een rondje om dat aan te geven. En dan een rechthoek daarbij met shift ingedrukt natuurlijk. Om vervolgens zo een stuk te selecteren. Dan nog een keer om dit te selecteren. Dan nog eventjes die steunpilaartjes eronder. Hou ook even in je hoofd hoe die schaduw er hier uitziet. Want die gaan we zo meteen namaken in Photoshop. Gewoon met een penseeltje. En een selectiekadertje. Ga ik dat hoekje erbij nemen? Denk het niet voor dit geval. Eventueel zou je dat kunnen doen. Hoeft natuurlijk niet. Oh, ik ga trouwens nog een stukje hier van de onderkant meenemen. Want je moet natuurlijk wel een stukje van die onderkant hebben. En ik haal er nog even met een ander gereedschap een hoekje af. Zo. Oké, dus die heb ik nu ook uitgeknipt. En die sleep ik weer met Ctrl ingedrukt van de ene foto naar de andere. In dit geval had ik het trouwens wel met een masker kunnen doen. En ik verklein hem even door met Ctrl-T te werken natuurlijk. En ik zet hem dan... Kijken hoe groot maak ik hem. Ja, ik zet hem hier neer. Oké, dan ga ik nu de schaduw maken. En dat ga ik je even laten zien hoe je dat gaat doen. Je kunt hieronder klikken, omdat ik hier tussen een laag wil aanmaken. Dus ik selecteer de laag die eronder zit. Want als je dan een nieuwe laag aanklikt, hier zo in het lage palet, daar heb je dat nieuwe laag-icoontje. Als je daarop klikt, dan krijg je dus een laag die boven de andere laag komt te staan die je net had aangeklikt. Dus in dit geval onder de laag van het balkon. En nu ga ik weer met de veelhoeklasso werken. En dan ga ik hier zo een stuk selecteren hoe ik wil dat de schaduw gaat werken. Dus ik kijk naar deze lijn. Ik hou in mijn hoofd dat het licht van zo'n beetje rechtsboven komt. Dus dan ga ik gewoon een lijn trekken die ongeveer net over de deur valt. Hier maakt het niet heel veel uit, want ik ga hem vervagen. Maar zeker dat hij over de deur valt, dat maakt het nog wat realistischer. Dus als je zulke soort dingen kunt doen, zorg ook dat je dat dan gebruikt. Zo. En dan kijken, dan klik ik hier weer bij het begin. Te vaak geklikt. Hieronder maakt het natuurlijk niet uit hoe die eruit ziet. Dus daar heb ik het gewoon zomaar even gedaan. En dan ga ik nu deze selectie vullen met zwart. Dat kun je natuurlijk doen door Ctrl Backspace te gebruiken. Als je achtergrondpenseel op zwart staat. Dus dan vul je met zwart. En dan ga ik daar nu een masker aan maken. Zo. En een penseeltje. En dan ga ik natuurlijk hier met een wat groter penseel, die op hardheid 0% staat, ga ik daar een beetje een mooi verloop in maken. Zo. En dan zet ik de dekking nog even op 30%. Om hier nog eventjes een mooier verloop te maken. En dan zet ik het geheel ook nog eventjes op dekking 75%. In principe, als je gewoon één keer dat bepaalt zo voor zo'n foto, dan kun je dat vaak gewoon overnemen, ook voor de andere schaduwen die je maakt. Dat je gewoon één keer 75% gebruikt en dan kun je dat voor de rest ook zo doen. Maar dat werkt natuurlijk niet altijd, maar vaak werkt dat. Ik ga nu nog even verder uitzoomen. Oh, ik zit nog in de instelling. Kijk hoor, even wat uitzoomen. Hij zoomt niet meer uit, waarom zoomt hij niet meer uit? Op een of andere manier kan ik nu niet uitzoomen. Waarom is dit? Misschien als ik gewoon... Ja. Ja,
doet hij het weer. Ik weet niet wat dat was. Waarschijnlijk zat ik in een minuutje wat ik niet helemaal door had of zo. Oké. Nu zie je dat die schaduw nog een beetje te hard is. In principe kan dat. Want dichtbij het balkon ziet dat er oké uit. Maar het zou nog mooier zijn als die, hoe verder die er vanaf komt, dat die dan wat vager wordt. En dat ga ik natuurlijk weer doen, net als bij de vorige les, met het vervaagpenseel. In dit geval zet ik hem op wat sterker. Vorige keer hadden we hem op 20% gebruikt. In dit geval zet ik hem dus op 50%. En daarmee kun je dus heel mooi die rand zo'n beetje verzachten. En dan vooral hier zo bij het uiteinde wat verder verzachten dan dicht bij het balkon. Dus zodat die, hoe verder die naar het balkon toe gaat, hoe scherper die wordt. En dan heb je een schaduw getekend. Het klinkt altijd ingewikkelder dan dat het in werkelijkheid dan is. Dus dat is in ieder geval één schaduw. Ik ga je zo meteen nog een schaduw laten zien. Ik ga even kijken wat de volgende stap is die we gaan doen. Het uithangbord gaan we nu doen. En dat is dus gewoon een bestand wat je zo meteen van mij gaat krijgen. Ik sleep Photoshop er even aan de kant. En dan heb ik hier een PSD'tje met uithangbord. Die open ik in Photoshop. En dan zie je hier, even kijken, hij is opgebouwd uit twee tekstlaagjes. Een laagje met de kettingen. En een laagje met de stukjes hout. De twee planken. Die heb ik wat diepte gegeven met een effectje van de blending opties. Daar kun je naartoe door dubbel op te klikken. Krijg je dit menu en dan kun je eventueel nog instellingen veranderen of toevoegen, zeg maar. Hier zo, als je een vinkje bij de dingen zet, dan wordt dat ook toegepast, zeg maar. Kun je gewoon een keer, ik ga niet uitleggen hoe dat nu werkt, maar daar kun je een keer naar kijken en dan heb je ook weer allerlei leuke dingetjes om mee te gaan oefenen. Oké, dus ik gebruik dit bestand gewoon, dus ik sleep dit mapje naar deze foto. Zo, ik klik hem meteen even uit. Die heb ik niet meer nodig. En dan wil ik hem dus hier zo aan de paddenstoel gaan hangen. Dan ga ik hem natuurlijk even wat kleiner maken. Natuurlijk weer met shift ingedrukt om de verhoudingen te behouden. Oh wacht, ik vergeet één ding. Want kijk, als ik hem dus nu kleiner maak, dan zie je dat die effecten die ik heb toegepast, dat die ook groter worden. En dat wil ik in dit geval niet. Ik wil namelijk dat dat bord zoals die is, dat die zo blijft. Dus dat die mooie effectjes die ik heb, dat die ook in verhouding eigenlijk meeschalen. Dat kun je in een instelling ergens in Photoshop ook wel instellen. Maar in dit geval vind ik het makkelijker om even op Ctrl-E te drukken. Wat er dan gebeurt is, dit mapje met al die lagen, dat wordt één laag. Kijk maar, Ctrl-E. Zie je, dus nu is het één laag geworden. En dan druk ik dus op Ctrl-T om hem te verkleinen. Zo, en dan maak ik hem meteen zo groot als ik hem wil hebben. Ik kijk niet naar hoe lang die kettingen zijn. Ik kijk gewoon even naar het bord. En dan druk ik hier op Enter. En dan kan ik dus nu kiezen om die kettingen af te maskeren. Of weg te gummen. In dit geval masker ik ze natuurlijk af met een wat harder penseeltje. Zo. Oh, ik moet natuurlijk niet vergeten dat de dekking op 100% moet staan. Zo. En dan hangt dat ook mooi. En de volgende stap die we gaan doen is de schoorsteen maken. En dan krijgen we ook dat rookeffect. Dat is erg leuk. Dus ga ik je laten zien. Even kijken. Ik ga als eerste even de foto openen van een industriële pijp. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Maar die heb ik gekozen om voor de schoorsteen te gebruiken. In principe kun je allerlei soorten schoorsteenachtige dingen gebruiken natuurlijk. Ik vond het leuk dat deze een kromming heeft en dat hij hem dan zo in de zijkant van die paddenstoel kan steken. Ik selecteer hem gewoon weer even met een snelle selectie. Ik ga het niet heel precies doen, omdat je het zelf of preciezer kunt doen met wat meer tijd. Of dat het niet eens nodig is om hem heel precies uit te knippen. Dat ga je zo meteen ook even zien. Zal ik een masker ervoor aanmaken? Doe maar even wel, hè. Als je dat wilt doen, dan kun je dus
in zo'n bestand, als je hem geselecteerd hebt, de achtergrondlaag even kopiëren door te slepen naar het nieuwe laagicoontje en dan met de selectie actief op het maskericoontje te klikken. Dan ontdek ik meteen dat ik hier een stukje vergeten ben of dat de snelle selectie dat heeft gemaakt. Dus die veeg ik ook even weg met een maskertje of met een penseeltje in het masker. En dan kan ik dus nu die weer aan de kant slepen en deze erin zetten. En ik ga hem gewoon uitzetten. Nu zie je ook weer die randen, hè. Je kunt even via een snel, een shortcut, kun je naar de aanpassing van het masker gaan door gewoon dubbel te klikken op het masker. Dan krijg je zo'n schermpje. En daar heb je dus maskerrand. En dan kun je dus eventueel een vloeiender maken. Slimme straal zet ik trouwens uit. Vloeiender maken en de rand verschuiven naar een stukje minder. Dan heb je dat storende witte randje weg. Zo, nou ga ik Ctrl-T'en, transformeren. En dan klik ik hier even rechts op. Dan krijg je dit menu. Daar kun je allerlei dingen instellen die te maken hebben met de transformatie. Allerlei verschillende soorten van transformeren. En in dit geval wil ik eventjes zorgen dat ik hem horizontaal omdraai. Dus eigenlijk is hij dan gespiegeld. En dan kan ik hem zo draaien. En ook als je hem aan het draaien bent en als je dan shift indrukt, dan verspringt hij in stapjes. Zo kan je hem dus preciezer bepaalde hoeveelheid graden draaien. In dit geval draai ik hem dus 90 graden. Oké, dan zet ik hem op zijn plek en maak ik hem natuurlijk kleiner. Ik hou weer Alt en Shift ingedrukt. Je kunt in principe ook gewoon Shift indrukken. Shift is voor de verhoudingen natuurlijk. En Alt is om hem naar het midden toe te schalen. Zo. Nog een stukje kleiner. Ja, dan ga ik hem hier zo een beetje neerzetten. Ik druk dus op Enter. En dan zie ik dus weer die hele mooie randjes verschijnen, die witte randjes. En het komt dus, als je hem een stukje verkleint, dan kan het zijn dat hij net de andere pixels kiest, zeg maar, om weer te geven. Een beetje ingewikkeld verhaal, maar in principe als je hem verkleint, dan kan het zijn dat je nog een keer naar het masker moet kijken. Dus ik klik weer op maskerrand en verschuif hem weer een beetje naar binnen toe. En dan klik ik op oké. Zo, dus dat hebben we gedaan. Ik zie hier nog twee zwarte stukjes. Die haal ik even weg met een penseeltje. In het masker natuurlijk. Dat is het handige aan een leuk masker. Zo. En nu ga ik je ook even wat leren over hoe je belichtingen kunt aanpassen. Even kijken, waar ga ik daarvoor beginnen? Ik zou nu kunnen kiezen om deze laag even te kopiëren, mocht er iets misgaan. Dus dat doe ik ook even. Ik sleep hem naar het nieuwe laagicoontje en ik zet die onderste even uit. En ik ga nu deze gereedschappen gebruiken, het doordrukken en tegenhouden. Misschien ken je het wel. Heel vaak kies ik ervoor om dit niet te doen. En dan doe ik het liever met een aanpassingslaag, want je gaat hier wel pixels echt aanpassen, waardoor je dus een bewerking doet die je niet meer ongedaan kan maken. En daarom heb ik dus ook een kopie aangemaakt van die laag. Want dan kan ik wel die doordrukken en tegenhouden dus gebruiken. En mocht het te ver gaan, dan kan ik dus toch het overnieuw gaan doen. Omdat ik die laag heb gekopieerd. Als eerste ga ik doordrukken gebruiken. En dat is dus om schaduwen te maken. Of die gebruik ik om schaduwen te maken, laat ik het zo zeggen. Als je dan gewoon over zo'n laag heen schetst, je kunt even kijken naar hier de bereikinstellingen, schaduwen, middeltonen of hoge lichten. Meestal zet ik hem gewoon op middeltonen. Maar mocht je foto te donker zijn of te licht zijn, dan pakt hij de middeltonen niet. Dus dan kun je dat even doen. Dan kun je die instelling even veranderen. Maar als je dus hier klikt en sleept, en dus gewoon een paar keer klikt, kun je dus heel mooi zo een schaduw, of eigenlijk de belichting een beetje veranderen van zo'n soort object. En dan kun je dus er ook meer diepte in maken. Ik zorg dat hij hier wat donkerder wordt. En dat hij wat meer diepte krijgt eigenlijk. Ik hou in mijn hoofd dat dus het licht zo'n beetje vanaf rechtsboven komt.
En ik ga nu ook eventjes met tegenhouden. Maar ik ben zilver kleiner. Ook daar kun je dus de bereikinstellingen aanpassen. Ik zet hem ook weer op middeltoon in dit geval. En daarmee kun je dus weer juist wat highlights maken op zo'n object. Dan kun je er dus wat meer dynamiek in maken en meer contrast, zeg maar. En je kunt het in het geheel wat beter laten passen. Behalve dat die hier natuurlijk niet zo heel mooi is bij de aansluiting. En daarvoor gaan we dus weer een mooi schaduwtje maken. Ook weer door de laag eronder te selecteren. Een nieuwe laag aan te maken en weer met de lasso, de veelhoek lasso, schaduwtje te tekenen. Zo. En dan klik ik gewoon ongeveer hoe ik hem denk dat hij eruit zou moeten komen te zien. En dan gaan we dat weer vullen met zwart door Ctrl Backspace in te drukken. En dan zie ik dat hij een beetje verkeerd staat, dus ik druk op, of ik selecteer eventjes het verplaatsgereedschap. En dan kan ik ook deze laag dus met de pijltjes toetsen net een beetje op de goede plek neerzetten. Dus je kunt het ook gewoon gebruiken als je niet in een transformatie bezig bent. Dan kun je gewoon die pijltjes toetsen op je toetsenbord gebruiken om zo'n laag of zo'n object een beetje te verplaatsen. Ik ga hier weer hetzelfde mee doen als met het andere, met die andere schaduw. Ik ga hem namelijk weer afmaskeren met een zacht penseel die groot is. Hoe groter je penseel, hoe groter dat verloop ook is, hè, van die zachte rand. Dus ik zet hem weer op 30. Zo. En dan klik ik weer eventjes natuurlijk de pixels aan door op het plaatje van de laag te klikken. En dan ga ik hem weer een beetje vervagen. Zo. Hij flikkert af en toe een beetje. Dat heeft iets te maken met instellingen. Ik heb ernaar gekeken. Ik heb het niet opgelost. Ik heb het wel verbeterd, maar niet opgelost. De oplossing die ik vorige keer gaf, in de vorige les, dat was wel zo'n beetje de oplossing. Maar op de een of andere manier blijft er nog iets, zeg maar, iets flikkeren in mijn versie van Photoshop. Het zal ergens met een videocard driver te maken hebben. Maar goed, het gebeurt nou niet zo vaak meer, dus dat scheelt. Waar was ik? De dekking aanpassen. 75% natuurlijk, want die andere is ook 75%. En dan hebben we weer een mooie schaduw getekend. Mocht je bijvoorbeeld zoiets nog willen aanpassen, de hoek hiervan is misschien niet helemaal goed, want de ene gaat een beetje verder naar boven dan de ander. Dan kun je dat eventueel nog of gewoon overnieuw doen, of je kunt hem natuurlijk met Ctrl-T... dat punt, dat je die even op een andere plek zet en Alt ingedrukt houdt, dan kun je dus indrukken, dat hoeft dan niet als je dat punt verplaatst, maar dan zou je hem dus nog even een beetje kunnen aanpassen, bijvoorbeeld zoiets. Oké, dus dan hebben we dat gemaakt en zie je nu dat door het gebruik van schaduwen dat zulke dingen er gewoon veel beter uit komen te zien. Dan kun je dus met zo'n soort effect een beter een geheel maken, zeg maar. Gewoon door een schaduwtje te tekenen. Het klinkt moeilijker dan dat het in werkelijkheid is. Kun je objecten beter in het geheel voegen, omdat eigenlijk je verwacht gewoon dat er een schaduw zit. Oké, dan zijn we nu toe aan het onderdeel met de rookpluim tekenen. Dat vind ik volgens mij het leukste van deze les. Dus... kijken, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, ik ga je gewoon de instellingen geven die je daarvoor kunt doen. Ik weet niet of je dat weet, maar je kunt in een penseel kun je bepaalde instellingen doen. Dus je hebt normaal bijvoorbeeld die hardheid die je kunt aanpassen. Waarschijnlijk weet je ook dat je er vormpjes mee kunt maken, dat je het kunt gebruiken als een stempel. Maar je kunt dus ook nog meer instellingen doen. En dat ga ik je nu even laten zien. Want je kunt hem zo maken dat het eruit komt te zien als rook. Ik ga gewoon, ik heb een, even kijken hoor, ik laat je eerst eventjes zien dat je een nieuwe laag kunt aanmaken. Je weet hoe dat werkt, maar in die nieuwe laag gaan we dus de rook tekenen. Ik heb het penseel geselecteerd, dan klik ik hier zo, waar je normaal de verschillende penselen kunt selecteren. Klik ik eventjes om een bepaalde vorm te selecteren, die zit standaard bij Photoshop.
Dat is deze. Ligt misschien een beetje aan welke versie van Photoshop je hebt. Maar het is een soort, ja, ze noemen het dan krijt. Een krijtpenseeltje, zeg maar. Dus je zou daarmee, zeg maar, zo kunnen tekenen. Hij staat nu op 30%. Maar dat zou er dan zo uitzien. Net alsof je een krijtje hebt, zeg maar. Nou, ik vind het niet heel realistisch, maar daar gaat het niet om. Maar die selecteer ik dus als basis. Ik heb hem gewoon aangeklikt en weer uit, dat schermpje weer uitgezet. En dan ga ik nu hier zo naar dit menutje. Eventueel zou je die moeten selecteren door naar venster te gaan. Ik doe even mijn Photoshop trouwens weer groot. Je zou in venster daar ook nog penselen kunnen aanklikken, of penseel. Als je die zo uit het menu selecteert, dan komt hij dan ook hier te staan als het goed is. In ieder geval, hij opent zich dan. En dan kun je hier allerlei instellingen doen. Ik zal je heel even kort wat laten zien. Bijvoorbeeld de spreiding. Dat is een hele duidelijke wat voor soort instellingen je kunt doen. Als je die verhoogt, dan zie je dus dat eigenlijk de dingen die je normaal, hoe zeg je dat, die je schildert, bestaan uit verschillende keren alsof je een paar keer klikt, zeg maar. Of, ja, ik vind het moeilijk uit te leggen, maar het bestaat dus uit verschillende stempeltjes, zeg maar. En dat wordt dan die ene reeks. Maar als je dus die hoeveelheid stempels vermindert en ze dus uit elkaar laat spreiden, dan krijg je dus een beetje al een soort rookeffectje. En zo heb je heel veel verschillende instellingen. Ik ga je daar even doorheen praten door gewoon de instellingen te benoemen die ik heb gedaan. Ik heb ze hier opgeschreven, dus ik ga het even voorlezen en ik ga het meteen laten zien. Als eerste zet ik de stroom. Dus je hebt de dekking en je hebt de stroom. En dat werkt beter in dit geval met de stroom. Die zet ik op 4%, dus dat is eigenlijk heel weinig. Zie je, dan verandert het penseel al heel erg. Maar daarmee krijg je zeker dat rookeffect heel erg mooi. Als je die vergeet, dan ziet het er niet zo mooi uit. Dus vergeet dat niet. En dat is trouwens een van de dingen die je niet kunt opslaan. Al die andere dingen die ik ga laten zien, die kun je wel opslaan. Dus ook als je mijn rookpenseel gewoon downloadt, zorg dat je even deze instelling onthoudt. Dat je die zelf ook eventjes moet gaan doen. Want die slaat hij dus niet mee op als je een penseel opslaat. Oké, dus dat als eerste. En dan gaan we de grootte aanpassen door hier te klikken en dan de grootte naar 90 pixels te zetten. Kijk, en dan zitten we hier. Dat is gewoon de normale grootte die je ook doet als je rechts klikt. Dus dat zou je ook op een andere manier kunnen doen. Maar ik stel hem even hier in. En dan ga ik naar de tussenruimte. Kijk, daarmee kan ik je het ook een beetje laten zien. Als je die dus vermindert, dan maakt hij er echt zo losse stempels van. En in dit geval zet ik hem op 4%. Dan ga ik naar de vormdynamiek. Die klik ik aan. Je hebt dus een verschil trouwens, mocht je dat daarop stuiten, tussen, zeg maar, als die uitstaat. Je kunt het vinkje aanzetten, maar je kunt ook het menutje aanklikken. Als je het menu aanklikt, dus de naam, dan zet hij ook meteen een vinkje. En anders ga je dus niet naar het menu toe, waar je dus die instelling moet doen. Want bij de vormdynamiek stel je de grote jitter. Ik vind het een beetje een raar woord. In het Engels heet het ook jitter. Dus ik neem aan dat daar gewoon niet een goede vertaling voor is. Ik weet ook niet precies wat het betekent. Maar in ieder geval, als je dat doet, dan gaat hij een beetje in de grootte een soort verschil aanbrengen. Trouwens, die zetten we op 0%. Ik dacht, die gaan we instellen op iets, maar die zet je op 0%. Vervolgens zet je het bestuurelement op vervagen. Dat betekent dat als je begint met schilderen, dat die groot is en dan dus kleiner wordt. En dat getal daarachter, dat betekent hoeveel of hoe snel die vervaagt. Die zetten we dus op, daar stond die eigenlijk al op, omdat ik het natuurlijk even van tevoren heb uitgeprobeerd, op 262. Ik weet, dit is een beetje saai als ik die instellingen noem, maar blijf er even bij, want zometeen wordt het erg leuk. Ik ga ook nog de hoek jitter instellen op 18%. En dan ga ik naar de kleurdynamiek. Dus ik klik de kleurdynamiek aan. En daar zet ik toepassen op uiteinde. Zet ik aan.
En ik zorg dat ik dus de voorgrond-achtergrond jitter op 50% zet. Dan zet ik ook nog eventjes bij spreiding. Beide assen klik ik aan. En dan zet ik de spreiding op. Even kijken. Moet dat die zijn? Ja, die zet ik op 97%. Zo. En dan zijn we er. Dus dat zijn alle instellingen. Je ziet hier al een beetje een voorproefje van wat er gaat gebeuren. Maar het wordt nog mooier omdat we dus die stroom op 4% hebben ingesteld. Ik klik dit schermpje nu even uit door hier te klikken. En ik zorg dat ik de kleuren op zwart en wit heb staan. Als je dit anders in wil stellen, kan ook. Maar ga dus nu een menging maken tussen zwart en wit. Dat is wat we bij de kleurdynamiek hebben ingesteld. Als ik nu klik en sleep, dan zie je dus dat je heel mooi rook kunt maken. Ik vind het altijd zo leuk dat je zulke penselen kunt maken. Dus daarom wilde ik dit graag ook even aan je laten zien. Ik teken gewoon even. Ik probeer het een paar keer. Nu heb ik hem goed. En dan kun je dus gewoon klikken en slepen. En dan heb je rook. En die zet ik nog even met de pijltjes op de goede plek. En dan heb je rook uit een schoorsteen getekend. Dus het zijn wat instellingen, maar daarna is het heel makkelijk om te kunnen schilderen daarmee. Dan ga ik nog eventjes je laten zien hoe je zo'n penseel kunt opslaan. Want als je dan het penseel aanklikt, ik heb hem nu even weggeklikt natuurlijk, en dan hier in dit menu gaat staan, dan heb je hier zo'n nieuwe laag icoontje. Maar dit is natuurlijk bij het penseel, dus als je hier zo klikt, dan krijg je een leuk schermpje. En dan kun je een naam geven aan je penseel. Rook penseel. En dan kun je hem opslaan. En dan is hij dus opgeslagen hier zo bij de verschillende rookpenselen. Of als rookpenseel tussen je verschillende penselen. Dus dat is ook nog even leuk om te weten. Ik ga nog heel eventjes een ander penseeltje selecteren. Omdat ik in het masker wil werken. Ik zorg dat ik de stroom natuurlijk weer op 100% zet. En dan ga ik een maskertje maken voor de rook. Want ik wil dat die nog een beetje vervaagt naar de uiteindes toe. Naar het uiteinde toe. Dus ik zet de dekking weer op 30%. En ik ga zo mooi laten vervagen. Oké, dus dat is alles wat ik wil doen met de rook. Dan ga ik nog een sfeereffectje maken. Een curve. Ik weet niet hoe laat het is eigenlijk hoor jongens. Dus ik ga er even snel doorheen. Dan kunnen we ook even naar de vragen gaan. Ik maak er dus een sfeereffectje overheen. En ik zorg dat de raampjes nog beter in het geheel gaan passen. En dan doen we nog even een snelle verscherping. En dan maken we nog even een uitsnede. Dus dat ga ik even nu snel doen. Door een nieuwe laag aan te maken. Trouwens. Kijk, dit is ook iets wat je wel weet, hè? Dus ik ga het je laten zien. Ik maak een aanpassingslaag aan met een verloop. En ik heb in dit geval al een verloop opgeslagen, dus die selecteer ik gewoon. En dat is dus een verloop die je gewoon zo kunt maken met verschillende kleuren, door hier te klikken. En dan kun je hem dus opslaan door opnieuw te klikken, en dan komt hij er hier ook bij te staan. Dus die selecteer ik en ik pas de hoek een beetje aan, zodat dat ook een beetje in het geheel mee gaat werken. Omdat de belichting dus een beetje van rechtsboven komt, of tenminste dat hou ik een beetje in mijn hoofd. Dan klik ik op oké. Als het goed is, als je die video hebt bekeken, dan weet je precies wat ik aan het doen ben. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je dat alsnog natuurlijk eventjes doen. Ik stel de dikking in dit geval in op zo'n beetje. Ja, 25% vind ik hem mooi. En dan maak ik nog even een curve aan. En dat is eigenlijk puur om een beetje het contrast te verhogen over het geheel. En ik vind hem iets te heftig. Ik heb een hele kleine curve gemaakt, een S-curve. Maar ik wil dus hem niet zo heftig hebben, dus dan zet ik de dekking op 50%, zo'n beetje. Ja. Trouwens, als je Photoshop Elements hebt en dan kun je niet werken met curve als het goed is, dan kun je vaak toch ermee uit de voeten
als je in plaats van een curve een niveau gebruikt. Daarmee kun je vaak ook het contrast wel verhogen. Dus een curve. Ja, zo. En dan ga ik je nog even laten zien dat ook al maak je er een sfeereffect overheen, die raampjes kloppen nog niet helemaal voor je gevoel. Dus, of tenminste voor mijn gevoel, laat ik het zo zeggen. Die kun je natuurlijk qua belichting ook nog iets meer erin voegen. Door eventjes die raampjes te selecteren. Even kijken, waar zijn ze? Het is laag nummer 2. Dat klopt. En dan hou ik Alt ingedrukt. Ga ik naar de aanpassingslagen. En daar heb je niveaus. Daar klik ik op, niet meteen op OK, maar eerst dat vinkje aan. Om natuurlijk een clipping mask. Ik zie trouwens hier dat het uitknipmasker heet. Dan kun je op OK drukken. Volgens mij weet je inmiddels hoe dit werkt. Er komt dan een pijltje dat hij alleen aan de laag van de raampjes vast gaat hangen. En dan kan ik dus in de niveaus hier zo een instelling doen. Even kijken wat zal ik doen. Ik verplaats het witpunt. Hier in dit geval naar 214 zo'n beetje. En deze ook zo. Ik kijk natuurlijk hier zo wat er precies gebeurt. Ik maak hem nog iets donkerder door het grijspunt een stukje naar rechts te verplaatsen. Zeker dat maakt er een mooi geheel van. En dan zie ik dus ook dat het balkonnetje een beetje uit de toon valt. Dus daarvoor doe ik datzelfde eventjes bij die laag. Zo. Zet ik hem ook weer een beetje aan het begin. Zo. En dan verplaats ik die een klein stukje naar links, want ik wil hem net iets lichter hebben. Want wat je nu ziet gebeuren is dat dat de stenen gedeeltes van het balkonnetje, dat die er goed in passen nu. Maar dat het witte van het balkon, dus de deur of de ramen, wat het ook zijn, dat die nou een beetje gaan overbelichten. Mocht je dat willen veranderen, dan kun je ook hieronder, want je hebt hierboven een wit punt en een zwart punt, maar daaronder heb je ook nog een soort verloopje. En die werkt eigenlijk een beetje de andere kant op. Want als je dus als je dat wit punt en het zwart punt verplaatst, dan maak je het dus lichter. Dus het wit punt naar links verplaatsen, dan maak je het lichter. Maar als je dat onderste wit punt verplaatst, dan maak je dus de hoge lichten, de gedeeltes die wit zijn, die maak je weer een stukje donkerder. En die zal ik dus nu zo'n beetje op 220, zo'n beetje rond die stukjes, zal ik hem gaan instellen. Zo, oké. Dat is volgens mij wat ik wil gaan doen. Was dat alles? Ja, nou vind ik dat die er veel beter in past. Hebben jullie trouwens dit spinnetje gezien? Nog eventjes een leuke toevoeging. Ik vond hem zo grappig op die foto. Nog even een uitsnijding. Oh ja, en een verscherping had ik gezegd. Ik ga je even laten zien dat je ook onderlinge gedeeltes een beetje kunt verscherpen. Als je die raampjes ziet, dan is die net een beetje waziger dan de paddenstoel zelf, dan de steel van de paddenstoel. En daar kun je dus wat aan doen door de laag van de paddenstoel, van die raampjes, aan te klikken. Dus echt het plaatje van die laag. En dan ga je naar filter. Dan naar verscherpen en dan heb je daar onscherp masker. Als je die aanklikt, dan kun je daar instellingen doen, dat weet je waarschijnlijk. Ik hou meestal de verhouding aan als deze op 80 staat, dan deze op 0,8. En als die dan dus bijvoorbeeld op 120 staat, dan wordt dit 1,2. Dat is een beetje de verhouding die je als basisinstellingen kunt aanhouden. Het kan natuurlijk los van elkaar, je moet gewoon kijken wat er gebeurt natuurlijk. Maar als begininstellingen begin ik daar altijd mee. Dus dat is misschien fijn om te weten. In dit geval zet ik hem op zo'n beetje 80, denk ik. Ik denk dat dat wel goed was. En ik heb hier trouwens de voorvertoning uitstaan. Dus dan zie je niet precies wat er gebeurt. Als je die aanklikt, dan zie je hier in de foto zelf ook precies wat er gebeurt. Oké, dus dat heb ik gedaan. En dan klopt hij dus beter bij het geheel. Klik ik oké. Dan doen we alleen nog eventjes de uitsnede. Ik neem aan dat je weet hoe dat werkt. Dus dan klik de crop tool aan
En ik zet hem weer op mijn favoriete verhouding, 16 bij 9. Ik maak hem wat kleiner. En dan zet ik de paddenstoel mooi op 1/3. Weet je hoe dat werkt trouwens? Meestal als je een beeld aan het uitsnijden bent, dan kun je mooi die 1/3, 2/3, in ieder geval die gulden snede, kun je mooi aanhouden. Daarvoor zijn die lijnen. Want heel vaak als je dus een horizon bijvoorbeeld op die lijnen hier zo zet, dan krijg je een heel veel mooier, hoe zeg je dat? De compositie wordt er mooier van als je dat in plaats van het midden gebruikt bijvoorbeeld. Ik had de paddenstoel zo in het midden kunnen zetten. Maar de compositie wordt interessanter als je dus die gulden sneden lijnen gebruikt. Dus net uit het midden. Als je dan op enter drukt, heb je dus een heel mooi geheel. Oké, dat was alles. Ik ben door alle dingetjes heel snel heen gegaan, dat weet ik. Ik had ook heel veel te vertellen. Ik hoop dat je er dus ook heel veel van geleerd hebt. En ik neem eigenlijk aan dat ik bij sommige punten een beetje te snel ben gegaan. In principe, ik heb alles verteld. Dus als ik een stukje te snel ging, dan kun je dat zo meteen. Morgen ga ik waarschijnlijk de opname hiervan uploaden. Dus dan kun je het even op je gemak terug bekijken. Dan kun je hem gewoon even op pauze zetten en zo. Dan kun je even bijvoorbeeld die instellingen die ik gedaan heb op je gemak even overnemen. Misschien had ik je dat even van tevoren moeten vertellen. Hè? Nou goed, in ieder geval. Ik hoop dat je niet al te hard hebt mee zitten schrijven om het bij te houden. Maar in ieder geval, je kunt het dus gewoon even rustig aan op pauze zetten. En dan op die manier meeschrijven. Ik zou zeggen, we doen even 5 minuten pauze. Ik zet eventjes mijn geluid op stil. Ik zal mijn monitor aanlaten. Dan doen we daarna eventjes een vragenrondje. In principe, als je geen vragen hebt of als je niet interessant vindt om naar de vragen te luisteren, zou je natuurlijk ook eventjes wel weg kunnen gaan. Maar in ieder geval, we doen even 5 minuten pauze en dan kom ik zo bij je terug. Tot zo. Yes, daar zijn we weer. Ik hoop dat jullie ook even... Oh, je hebt nog je geluid aanstaan. Luc zit nu naast mij met zijn laptop en gaat de vragen voorlezen. We hebben maar 2 vragen, dus dat gaan we even snel doen. We zijn natuurlijk ook een beetje uitgelopen, dus in die zin komt het ook wel weer handig uit. Als eerste... Dat is Chef en die vraagt: met Ctrl-H verdwijnt het raster bij het marionet. En hoe krijg ik dat raster weer terug? Yes, een hele goede vraag, Chef. Ik ga het even laten zien. Je kunt namelijk, als je... Even kijken. Ik ga hem eventjes oproepen. Marionet verdraaien. En inderdaad, met Ctrl-H kun je hem verstoppen. Maar nog een keer Ctrl-H roep je hem weer tevoorschijn. Dus eigenlijk heel simpel, gewoon nog een keer Ctrl-H. En soms wil het ook nog wel eens gebeuren dat je nog een keer moet drukken, omdat er 3 verschillende verstopgedeeltes zijn, zeg maar. Ik weet niet precies wanneer dat is, maar bijvoorbeeld als je een selectie wil verstoppen en dan nog je bijvoorbeeld je hulplijnen wil verstoppen. Heel vaak doet hij zulke soort dingen in verschillende stapjes. Dus dan zou het kunnen zijn dat je nog een keer Ctrl-H moet indrukken. Dus dankjewel. Goeie vraag, Chef. Dan zijn er ook nog een paar gewoon mededelingen. Dus Petra zegt: echt weer een superleuke workshop. Nico zegt: fantastisch werk, bedankt. Dat was helemaal duidelijk. Ik heb weer erg veel geleerd. Super. Dan is er een vraag van Marianne. In het lage palet gebruik je soms de optie dekking. Daaronder staat de optie vul. Misschien kan je het gelijk laten zien. Ja, hier zou inderdaad in het lage palet heb je dekking en je hebt vul. Alle twee staan zo normaal gesproken op 100%. Ja, en ze zegt daar staat achter een percentage. En wanneer gebruik je die mogelijkheid van vul? Dus dat is de vraag. Goeie vraag. Marianne was het? Ja, Marianne. Goeie vraag. Ik ga je even laten zien, want dat is erg leuk, want dat zijn echt wel 2 verschillende dingen. Ik ga even mijn marionet verdraaien uitzetten. En zeker als je dan bijvoorbeeld werkt met zo'n tekst. Ik ga even hier zo een tekst maken. Dekking en vullen. Hij staat ergens... Oh ja, hij staat als een clipping mouse. Zo... Want met een tekst kan ik je dat het makkelijkst even laten zien. Kijk, je hebt de gewone dekking. Als je die zet op minder, dan wordt die gewoon vaag. En dat is eigenlijk hetzelfde met vullen. Maar het is omdat als je een... Hoe heet dat ook weer? Een
blending optie gebruikt. Bijvoorbeeld een rand of een slagschaduw. Even kijken, dus laat ik even twee dingen maken. Ik maak een lijn die wit is. En dus een slagschaduw. Als ik nu op OK klik. Als ik nu bijvoorbeeld de dekking ga verminderen, dan wordt die rand en de schaduw, die worden ook transparant, zeg maar. Die hebben dezelfde dekking dan, zeg maar. En als je dus dan met vullen gaat werken, dan ga je eigenlijk alleen de binnenkant van de laag, dus zonder die opties, ga je verminderen. Dus daar kun je bijvoorbeeld ook iets moois mee maken, dat je, even kijken, wat zal ik eens doen. Ik heb een slagschaduw, die ga ik instellen als een highlight. Dus ik, in plaats van een schaduw, maak ik hem even wat kleiner en wit. En ik ga een schaduw binnen gebruiken. Dit is ook hoe ik die letters heb gemaakt trouwens, dus het is misschien leuk om te weten. Nu kan ik natuurlijk niet zien wat er gebeurt met die schaduw binnen, omdat die al zwart is. Dus ik klik even op OK. En nu ga ik die dekking dus aanpassen. En dan zie je dus dat je alleen echt de letters zelf, zeg maar, transparant maakt. En het effect dat ik net gemaakt heb, dat gewoon zo blijft zoals het is. En eventueel zou je dat dus ook nog tegelijkertijd met die dekking kunnen aanpassen. Maar dat is dus het verschil tussen vullen en de dekking. Dus dankjewel voor je vraag, Marianne. Oké, dus verder zegt alleen nog, of alleen, Lisbeth zegt leuke les. Ik kon niet bijhouden met schrijven, maar ik kijk morgen wel terug. Dat lijkt me inderdaad handig. Dat was erg veel, vond ik zelf ook. Ja. Ik heb er ook veel van geleerd. Chef zegt bedankt, erg leuk. Lisbeth zegt ook nog Pepijn, bedankt voor deze leuke les. Yvonne zegt bedankt, erg leerzaam. Ben veel aan het oefenen, gaat steeds beter. Tot volgende week. En Marianne zegt, dat is erg leuk speelgoed. Ja, is inderdaad zo. Ja. Yes, oké, jongens. Dankjewel voor alle lieve reacties. En leuk dat jullie er weer bij waren bij deze les. En ik zou zeggen, heel veel Photoshop plezier. Denk nog eventjes dat als je zo meteen uitlogt uit de les, dan komt er nog eventjes een vragenlijstje. Of eigenlijk in dit geval weer twee vragen over wat je van de les vond. Als je die zou willen invullen, dan word ik daar heel blij van. En voor de rest, morgen ga ik dus de opname, ga ik hem bewerken en ga ik hem uploaden. Het kan wel even duren, maar verwacht hem morgen in je account. En dan vanaf maandag hebben we weer de nieuwe les. Dus heel veel plezier en een fijn weekend alvast toegewenst.